Goeiedag en welkom bij het Heuveland Nieuws. Het is maandag 19 juni. Een wandeltocht die zich onderscheidt van alle anderen door het tijdstip waarop hij wordt gelopen. We hebben het natuurlijk over de Nacht van Gulpen. In de nacht van afgelopen zaterdag op zondag was het de 45e editie. Ja, we gaan vandaag 70 kilometer wandelen. We vertrekken dadelijk om 10:30 met de groep van de Nacht van Gulpen. Die 70 kilometer lopen. Morgen vroeg om 6 uur sluit nog de Neuburgtocht aan. Dat is de helft, 35 kilometer. En die lopen dan het laatste stuk samen met de Nacht van Gulpen. Dan heb je één grote groep en dat zijn dan iets misschien van 700 mensen hoop ik. Dus het zou mooi zijn. Ja, wat is het maar speciaal? De sfeer denk ik. Ik loop in het donker. Toch zie je hier en daar mensen die muziek maken onderweg. We komen in Banhold onder andere denk ik een orkestje tegen. Want die hebben ons gevraagd hoe laat we er zijn en die willen daar een beetje muziek maken. En het is toch een hele andere sfeer. Het s'nachts dan overdag lopen. En natuurlijk wat wij doen in groep lopen. De eerste 60 kilometer is natuurlijk voor de mensen die er niet gewend zijn. Is natuurlijk is een beetje vreemd, maar het is wel leuk. Als je helemaal alleen loopt is natuurlijk... Dan voel je je af en toe een beetje eenzaam. En zo als je mensen naast je hebt lopen, dan is het toch een ander verhaal. Dan kun je een keer een verhaaltje vertellen, wat praten en zo. Dus heel anders. 3, 2, 1. Succes! U gaat zo meteen weer wandelen. Wat zijn uw verwachtingen? Nou, lekker weer. Lekker tempo en gewoon uitlopen. Hoe loopt het tot nu toe? Prima. Ja. Wat maakt het nou zo bijzonder om in de nacht te wandelen? Lekker fris. Ja, en je ziet geen natuur eigenlijk nou, maar ik vind dit veel mooier als het dadelijk als het 30 graden is. Wat maakt het nou zo bijzonder om in de nacht te wandelen? Ik weet het niet, het is voor mij de eerste keer. Ik heb geen idee. Nee. Maar heeft er zin in? Jazeker, ja. Ja, heel veel, ja. Hoe verloopt dat nu toe? Nou, het gaat uitstekend. Ja. Wat maakt het zo leuk om in de nacht te wandelen? Het is lekker cool. Muziekje erbij. Ja, en weinig afleiding van het landschap om je heen. Dus, Is het de eerste keer dat hij meeloopt? Nacht van Gulpen wel, ja. Ja. Okay. En morgen wordt het toch wel wat warm, heeft hij zich goed voorbereid? Water in een hoedje, hè? Dus heb ik begrepen. En zonnebrand, dus ik ben er klaar voor. Kijkt u naar een specifiek moment uit, een speciale plek? De finish in Gulpen morgen, dat lijkt me heerlijk. Alles volgens plan? Ja, alles gaat goed. Mooi zo. Tijdens de wandeltocht liepen er in totaal ruim 400 mensen mee. En zondagochtend kwamen de meeste hiervan al dan niet uitgeput over de finish. Hoe is het gegaan? Warm. Maar ik denk dat het wel prima is gegaan. Ja? Hoe voelen jullie je? Bonky. Blij. Ja, blij dat we binnen zijn, maar het was wel een hele ervaring. Dus jouw bloemen zijn voor mama en twee vriendinnen? Ja. Voor wie bent u gekomen? Voor Lynn Wouters. Ja. En waarom staat u haar hier op te wachten? Omdat ik een geweldige prestatie van haar vind. U heeft een heel mooi spandoek in uw hand. Ja. Voor wie is die? Voor mijn vriend. En die doet mee? Ja. Ja, voor de eerste keer. Voor mijn zoon is het de eerste keer. Dus, En je bent natuurlijk hartstikke trots op ze. Ja, zeker. En wat maakt nou die Nacht van Gulpen zo bijzonder? Omdat het van vader op zoon gaat. Voor mijn zoon. Hoezo? Ja, die loopt de Neuburgtocht nu mee. Die hebt er net nog 6, dus ik ga maar eens kijken. Ja, toch bijzonder, ja. Een leuke sfeer hier, dus het is altijd heel leuk, ja. Voor mijn zoon en mijn schoondochter. Ja, dat zijn mijn kleinkinderen. Hebben we wat gemaakt voor ze. En we wachten gewoon dat ze hier aankomen. Hoe is het gegaan? Het ging eigenlijk best wel goed, maar het laatste 10 kilometer was wel heftig. Ja, en ik hoorde langs de lijn, je bent de derde vrouw. Dus toen dacht ik wel van, daar wil ik wel voor gaan. Dus alles. Trots momentje. Ja, toch wel, ja. Hoe is het gegaan? Ja, dat eigenlijk best goed. Gewoon ongetraind in auditie, maar goed gegaan. Dus, Was het niet warm onderweg? Ja, het was zeker warm. Maar gelukkig was het behoorlijk, dus dan viel het eigenlijk wel mee. Dus,
voel je je nu? Nou, nu best goed. We hebben nu gehaald. Dus, en we houden de top 10, die is gehaald, dus dat is mooi. Mevrouw, hoe is het gegaan? Ja, super hè? Ja, het was een hele leuke tocht. Ik zeg ja, heel goed gegaan. Lekker weertje gelukkig nog, niet te veel zon. Dus ja, helemaal tevreden. Het prototype van de expositie De Gezichtenmuur, die over de watersnood van 2021 gaat, is af. In het najaar is de expositie te zien in Museum Valkenburg. De expositie is het afstudeerproject van Dave Schreurs, die hiermee zijn opleiding aan het Maastricht Institute of Arts van de Hogeschool Zuid hoopt af te ronden. Voor het project sprak Dave onder andere met gedupeerde inwoners en ondernemers uit Valkenburg, maar ook met burgemeester Daan Prevot en Patrick van der Broek, de voorzitter van Waterschap Limburg. Het idee is dat er foto's van de geïnterviewden in het museum komen te hangen en door het gebruik van een app op telefoon of tablet kunnen bezoekers daarbij korte stukjes van de interviews zien. Het prototype, genaamd De Gezichtenmuur, werd onlangs in het museum getest. De gemeente Vaals stelt gratis pakketten met zomerkleding beschikbaar voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Naast zomerse kleding, zoals een zomerjas en een paar schoenen, zit er ook speelgoed in het pakket. Alles is nieuw en van bekende merken. Een woordvoerder namens de gemeente laat weten: we vinden het in de gemeente Vaals belangrijk dat alle kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Soms is financiële hulp daarbij van harte welkom, aldus de woordvoerder. Gezinnen met een laag inkomen die al bij de gemeente bekend zijn, hebben over het zomerkledingpakket inmiddels een brief gekregen. Inwoners die geen brief hebben gehad, maar die wel in aanmerking komen, kunnen zich nog melden bij de gemeente tot 1 september. En dan het weer. Dinsdag is het half tot zwaar bewolkt en wordt het ongeveer 30 graden. In de nacht koelt het af tot 18 graden. Vroeg in de ochtend kunnen enkele onweersbuien overtrekken en het voelt dan ook drukkend aan. In de middag en avond komen vanuit het zuiden opnieuw pittige onweersbuien die gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten. De wind waait overwegend zwak, maar dus met windstoten tijdens de buien. Woensdag is er een mix van wolken en opklaringen en wordt er geen neerslag verwacht. Het wordt 28 graden. De minimumtemperatuur ligt in de nacht rond de 18. De wind komt uit het noordwesten en is matig van kracht. Donderdag wordt het een stuk koeler met 23 graden en is er opnieuw kans op onweersbuien. De wind waait uit het noordoosten en is matig van kracht. Richting het weekend wordt het warmer en komt er ook weer meer zon. Dit was het Heuveland Nieuws van maandag 19 juni. Na de reclame kunt u kijken naar het programma Heuveland Bekeken met de aflevering De Maas Komt. En deze aflevering gaat over de overstromingen van de Maas in de jaren 90. Zolang als die maar niet weer als de oprit komen, houden we gar geen problemen. En toen, het bleef regenen boeten en het deeg nut. En de dochter van Maastricht die belde en die zag: mam, begin hoog te zetten. Morgenavond om 7 uur staat hier mijn collega Nick Klaasens met een nieuwe aflevering Heuveland Nieuws. Tot die tijd blijft u op de hoogte via de site heuvelandvandaag.nl of via de app Heuveland Vandaag. En hebt u voor ons een tip over een nieuwsitem, mailt u dan naar redactie@heuvelandvandaag.nl. Ik wens u een fijne dag.